Onze jamreporter Lore trekt voor ons naar de Scouts en beleeft daar de dag van haar leven. Ook al is het voor sommigen een beetje pijnlijk. Scouts en de gidsen van Rums hebben hier lustig gesjord, want vandaag is het de Battle of the Stones wedstrijd. 34 teams strijden met maar één motto: nooit opgeven. Hoe komt je op het idee om zoiets te organiseren? In 2002 bestond onze scoutsgroep 70 jaar en onze gidsgroep 35 jaar. En dan zijn we hiermee begonnen, heel kleinschalig. 7 opdrachtjes. En nu is dat uitgegroeid tot dit. Hè. Waarom doe je jezelf niet aan? Gewoon voor de fun en het amusement. Tja, ik was uitgenodigd, dus ik had niet veel keuze. Omdat het plezant is, hè? Afzien is plezant, dus. Zou het jezelf willen meedoen als je 16? Ik weet het niet. Dat lijkt me een beetje raar. Waar moet je een kei in zijn om hier te kunnen winnen? Ik denk dat je eigenlijk 5 belangrijke dingen nodig hebt. Je moet heel goed kunnen samenwerken. Behendigheid is belangrijk. Hoe hebben jullie jullie voorbereid op behendigheid? Niet. Kom aan, Lore, niet opgeven. Hè. Snelheid is zeker ook niet te onderschatten. Kracht komt erbij kijken. En evenwicht, hè. Evenwicht. Mensen moeten hun evenwicht kunnen houden. Hebben jullie je voorbereid op evenwicht? Bier. Heel belangrijk, bier. Bier. Omdat we regelmatig door de politie worden getraind eigenlijk voor recht door op een lijn te lopen dat we gezopen hebben. En dat lukt vrij goed. Zouden jullie dat ook eens willen doen? Ja. En waarom? Omdat...